Als je in de Nijmeegse Mariekestraat loopt, zou je niet zeggen dat de Vierdaagse opnieuw is afgelast. De straat is versierd met de traditionele Vierdaagse bloem, de gladiool. De marsen gaan dan weliswaar niet door, maar de Vierdaagse week zal toch niet onopgemerkt voorbij gaan. Er worden inmiddels steeds meer activiteiten gepland door verschillende organisaties. RN7 zal erbij zijn. Vanaf maandag 19 juli rijden we de Vierdaagse route en doen de hele dag live verslag.